Beste Hans, ik stuur je tegelijk ook maar de foto's van ons uitstapje van laatst. Er is iets geks mee aan de hand.
Toen ik ze ontwikkelde, bleek op een paar van die foto's een meisje te staan dat ik totaal niet ken. Ik kan me ook niet herinneren dat we haar toen gezien hebben. Maar het is echt een prachtige vrouw. Kijk zelf maar. Ik wist niet dat je op een spookverschijning verliefd kon worden, maar ik geloof dat het wel zover is. Een beetje zinloos natuurlijk, want hoe kan je nou ooit iemand die je volstrekt niet kent, op het spoor komen? Nou ja, ze moet in ieder geval daar geweest zijn. Ik heb er al aan gedacht om een oproep in de krant te zetten. Ja, zover ben ik al. En dan maar afwachten. Maar... Toen zag ik haar ook voor de kamer gebogen. Yes. Dat je niet is. Jazeker. Dood, zeg je niet. Ze is dood. Dood? Ja, ze heeft een ongeluk gekregen. Ze ligt begraven op de Veluwe. En wie was het dan die ik daar boven voor de kamer zag? Je zus. Je zus? Ze is dus dood. Gek dat je contact zoekt met iemand die er niet meer is. Alle wegen komen uiteindelijk op elkaar uit. Al die kabels onder de grond. Al die draden die verbindingen leggen. Door mijn lichaam radiosignalen van mensen die elkaar waarschijnlijk niets te zeggen hebben. Lege televisiebeelden. Oud nieuws. Alles en iedereen staat met elkaar in verbinding. Maar met haar?
Had het iets met haar te maken? Ik herinner het me slecht. Een stuk land vol spinnenwebben. Eén groot spinnenweb van minstens een hectare. En ik sta er maar te kijken. Hoe het golft in het vreemde licht. En ik ben bang dat ik die kant uit wil. Zelfs dat graf is door de aarde opgeslokt. Nou ja, dit was dan wel het laatste. Vreemd. Voorbij. En ik moet verder. Wat ik ook altijd zo laat meeslepen.
Beste Hans, waar ik nu in verzeild ben geraakt, je zult het niet geloven. Dat meisje over wie ik je geschreven heb, die dood was, weet je, was, want die is niet dood. Ik heb haar nu al 2 keer in de stad gezien. Haar zusje zeker, ja. En die vent, die eerst met haar adres aankwam zitten, je weet wel, die enge kerel, die had nu weer iets nieuws. Geloof het of niet, maar die gaf me mijn eigen rouwbrief. En ik mag haar ook nog een keer zien. Plaats en tijd vastgesteld. Maar serieus, ik snap er werkelijk niets meer van. Soms denk ik dat ik het me allemaal maar verbeeld.